kussensloopjes. Dit zijn echt super mooie lentekleurtjes. Dit merk van Action is echt mijn favoriet. Hoi, en super leuk dat je kijkt naar deze video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Esmee en misschien kennen jullie mij al van mijn eigen YouTube kanaal of van Instagram of TikTok, Esmee Geel. Maar ik heb vandaag voor jullie een leuke Action Shop vlog. Ik ben naar de winkel geweest en ik heb een hele tas vol geshopt. Ik heb ook even een stukje in de winkel gefilmd om te laten zien wat er op dit moment allemaal in de winkels ligt. Dus daar gaan jullie nu naar kijken. Dit is onze favoriete allesreiniger, dus die nemen we mee. Liever dan die borden die we hebben. Ja, die zijn ook wel mooi hoor. Ja. Die... Kijk, leuke kleurtjes. En die hieronder ook wel. Ja, die ook meenemen. Kijk, room spray. Leuke kussenslopers. Leuke deze. Oh, is dat een kussensloop? Ja. Die is met het zwart. Dit is iets wat wij altijd zoeken in huis, maar wat we nooit hebben. Dus die nemen we mee. Ben je benieuwd wat er allemaal in de tas zit en wat ik allemaal heb geshopt? Doe dan alvast even een duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk even op het YouTube kanaal van Action. Dan gaan we gelijk beginnen. Nou, ik heb echt een mega tas vol. Ik zet hem eventjes hier naast me. Ook het bonnetje. Dus dan kan ik de prijzen even opnoemen. Ik heb allereerst een aantal kledinghangers gekocht. Ik heb hier altijd veel te weinig van. Ik heb ook wel echt mega veel kleding. Vaak als ik bij de Action ben, neem ik wel een paar hangertjes mee. Dit is sowieso altijd wel handig. Ik heb deze in het wit uitgekozen. Volgens mij had je ze ook in het zwart. En het zijn 6 stuks. En deze kosten €3,29. Ik heb trouwens echt best wel veel random dingen gekocht. Maar vooral praktische dingen wat ik nodig had in huis. Maar ook natuurlijk gewoon leuke dingen. Dit zijn van die LED-lampjes. Dit zijn er in totaal 3. Gewoon een E27 fitting. Die kunnen hier bij ons in de lamp. Die deed namelijk niet meer. Deze kostte €5,79. Het is trouwens een beetje warm white licht. Dat staat hierop. Oh ja, dit had ik ook echt nodig. Hier grijpen we echt elke keer naar mis. Dus ik dacht, ik ga dit eindelijk kopen. Dit zijn schroevendraaiers. Het zijn er in totaal 6. Dus als het goed is, passen ze gewoon overal in. En ja, ik weet niet. Elke keer op het moment dat we het nodig hebben, dan hebben we het niet. En dan moet ik weer eerst naar huis om dit te halen bij mijn vader. Dus ik dacht, ik koop het nu gewoon lekker zelf. Het zijn er dus in totaal 6. Ze zijn van het merk Werkman. Geen idee. Ik ben echt totaal niet handig, maar wel handig om te hebben dit. Dan nog wat leuks voor op de bank of voor op mijn kamer. Ik heb namelijk deze kussensloopjes gekocht. Ze hadden deze ook zonder die zwarte details. Ze hadden hem ook helemaal in het beige. Maar ik vond deze wel leuk. Deze zijn 40 bij 40 centimeter en ik heb er 2 gekocht. Zo. Nou, zoals je kan zien, wij houden heel erg veel van beige. Dus ze zouden ook gewoon zo hier op de bank kunnen. Ik vind ze echt mega leuk. Deze kosten €4,79 per stuk. Ik zei al dat ik random dingen had, maar ik heb ook schoonmaakmiddel gekocht. Of nou ja, Dreft. Dit is gewoon handig voor het afwassen. Wij hebben helaas geen vaatwasser, dus we moeten alles met de hand doen. Maar deze ruikt echt mega lekker. En ik heb ook voor het schoonmaken deze allesreiniger gekocht. Dit merk van de Action is echt mijn favoriet. Wij gebruiken dit heel erg veel. Ze hebben dus ook een andere versie, die roze. Maar ik vind deze nog lekkerder. En het is gewoon allemaal van plantaardige stoffen en het is ook een gerecyclede bottle en het ziet er gewoon heel erg leuk uit en het ruikt ook echt mega lekker. Dus deze heb ik gekocht. Keukenreiniger €1,27 en de Dreft was €2,19. Dan heb ik nog vaccinelichtjes gekocht. Dit zijn van die grote. Ondanks dat het lente wordt, vind ik het wel leuk om alsnog in de avond gezellig kaarsjes aan te steken. En ik heb laatst een hele mooie vaas gekocht. En daar kan je dus zo'n groot vaccinelichtje in zetten. Dat ziet er heel erg mooi uit. Dus dat zijn die. Dit zijn 12 stuks voor €2,49. Nou, om maar even bij de kaarsen te blijven, heb ik ook deze gekocht. Ik heb een soort van setje gemaakt. Dit zijn echt super mooie lentekleurtjes. Ik hou hier echt van. Dit is van het merk Kendra. En dit is een beetje een oud roze kleur. Die is wat groter. Dit is een hele mooie zacht roze kleur. En dit is turquoise. Ik vond het wel echt heel erg leuk bij elkaar staan. Dit staat heel erg leuk op zo'n plateautje. Die staat bij ons op tafel. Ik denk dat ik dat daar ook neer ga zetten. En die kleurtjes heb ik ook in deze lange kaars. Ik vond deze echt mega mooi. Dit staat echt heel erg mooi ook bij beige, vind ik. Dus dit past helemaal bij ons in het interieur. Ook helemaal klaar voor de lente. Ik heb er helemaal zin in. Dus dat zijn deze. Ik zal even kijken hoe duur deze waren. De dinerkaarsen kosten 49 cent per stuk. En die andere die kostte €1,22 en die andere was €2,36. Dan heb ik nog servies gekocht. Het zijn 6 van die gebaksvorkjes. Ik woon al een jaar op mezelf en dit is het enige wat nog miste. Dus die heb ik nu gekocht. Het zijn er dus 6, gewoon zilver en ze kosten 49 cent. Echt mega goedkoop. Ja, onze keuken die was echt toe aan een nieuwe snijplank. Dus ik heb een grote gekocht en een kleintje. Heel erg handig. Ik zal even kijken hoe duur ze zijn. Deze is trouwens gewoon simpel grijs. 27 bij 36 centimeter. En die kost €3,99. En die kleine is
25 bij 15 centimeter. En die kost €1,59. En dan het laatste van deze shoplog heb ik nog voorraadpotten gekocht. Deze hebben we al staan in onze la. Dit is echt heel erg handig om dingen in op te bergen. Wij hebben dan hier bijvoorbeeld nootjes en zo in zitten of havermout, dat soort dingen. Dus die heb ik gekocht. Ik vind het merk sowieso heel erg mooi. Het heet Curver. Dat blaadje moet er trouwens uit, dat hoort er niet in. Maar dit zijn gewoon echt hele mooie opbergpotten. Ik hou echt van een georganiseerde la, dus dit komt echt heel erg goed van pas. En ze zijn ook niet heel erg prijzig voor zo'n mooie opbergdoos. €3,99 per stuk, dus ik heb er 2 gekocht. Nou, dan waren dit alle items die ik heb geshopt bij de Action deze keer. Het zijn echt heel veel verschillende soorten dingen. Ik zal wel even een sfeerbeeld laten zien hoe ik bijvoorbeeld de kussentjes ga stylen en de mooie kaarsen. Dat gaan jullie nu zien. Nou, dan was dit de video. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden om te zien. Vond je het leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En laat me zeker eventjes in de reacties weten welk item jij het leukst vond. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer bij een andere video. Doei!